Er is een nieuwe moslimraad samengesteld die de vertegenwoordiger zou moeten worden van alle gelovige moslims. Een jonge vrouw staat aan het hoofd en het ziet er allemaal heel hoopvol uit. Tot aan het licht kwam dat die moslimraad helemaal niet representatief is. Ik praat erover met Nadia Sminati van N-VA. Ja, Nadia Sminati van N-VA. We hebben nu, na het verdwijnen van de executieve, de moslim-executieve, een nieuwe moslimraad, eindelijk. En als ik u zo hoor, nu is het weer niet goed. Ja, het is te zeggen, we zitten al jaren met die malaise, een moslim-executieve die corrupt was, die niet gedragen werd door die gemeenschap, die ook niet transparant was naar de overheid toe, die erkenning werd ingetrokken, een goede zaak. Ik wou net zeggen, terecht dan, hè, absoluut, op dat moment. Ja. Absoluut. Maar nu zitten we in een vacuüm, een soort administratieve opvolger die de zaken regelt. Dus dat is ook geen goede zaak. Nu staat er een nieuwe organisatie op, een moslimraad. Mm-hmm. Die... Een soort VZW, als ik het goed begrepen heb. Ja, absoluut. Die eigenlijk zeggen van, we gaan een nieuwe start maken. Dat op zich vind ik heel positief. Ja. Maar het probleem is dat we opnieuw met een organisatie zitten die niet gedragen wordt door die moslimgemeenschap. Ja. Dus u bedoelt, ze is niet representatief, dat orgaan? Ja. Of er is ook geen verkiezing die daar achter zit of wat dan ook. Dus dat zijn vier individuen die gezegd hebben, we gaan dit oprichten. Maar bij die oprichting wist niemand dat dit zou komen. Ja, wie is dus... wie? Hey, want er is, dat is eigenlijk interessant. Een jonge vrouw, ik moet het even lezen, Esma Uchan, als ik het goed uitspreek. Mm-hmm. Dat is dan een jonge moslimvrouw die verantwoordelijkheid op zich wil nemen. Aan zich denk ik, oké, bravo, mensen die iets willen doen in de maatschappij, dat is alleen maar toe te juichen. Behalve dan het feit dat het een hoofddoek activiste is. Maar los daarvan, vind ik het een zeer goede zaak. Wel, in het verleden is zij al vaker in debat gegaan over die problematiek. En u kent onze houding daartegenover. Ja, maar ze is dan een goede religieuze vrouw, met andere woorden, als ze het hoofddoek punt wil maken, natuurlijk. Hè. U kan het zo stellen, maar wij kijken daar helemaal anders tegenaan. Ja, maar goed, dit gaat over godsdienst natuurlijk, religie, waar die discussie wel mag, dacht ik, hoofddoeken of niet. Ja, dat is een onderdeel van de godsdienstbeleving. Hè. Goed, maar daar gaat het in deze niet over. Nee. Het gaat erom dat het een organisatie zou moeten zijn die gedragen wordt door heel die gemeenschap. En dat is en als, niet zo. Nee, als we nu zien wat de reacties zijn binnen die gemeenschap, vooraanstaande vertegenwoordigers die zeggen, wij wisten van niets en wij denken dat zij geen vertegenwoordiging zijn van heel onze gemeenschap, die zelf zeggen, het is de lange arm van de minister van Justitie, federaal. De lange arm van Quickenborne. Dat zijn toch wel straffe uitspraken, maar zou dat dan wel kloppen? Dat zijn allemaal van die gratuite uitspraken misschien ook. We weten het eigenlijk niet goed. Er zijn natuurlijk wel aanwijzingen. Als je ziet dat de zetel van die organisatie gelegen is in een gebouw dat eigendom is van de FOD Justitie, departement dus van minister van Quickenborne, dan moeten we daar misschien verder geen tekening aan maken. Maar kunnen we minister van Quickenborne dan kwalijk nemen dat hij probeert om die vastgelopen trein van die moslim-executieve opnieuw op een goed spoor te krijgen? Nee, absoluut niet. Maar er had eerst overleg moeten zijn vooraleer dat die organisatie naar buiten komt met te zeggen, wij zijn vanaf nu de spreekbuis van die moslimgemeenschap. Ja. Dat is het probleem. Het punt is misschien een beetje vreemd. U stelt die vraag hier in het Vlaamse parlement aan de bevoegde minister Somers. Maar uit zijn antwoord blijkt natuurlijk, en dat weet u toch ook, in feite heeft minister Somers daar niks, maar dan ook niks aan te zeggen. Wat voor nut heeft het dan om die vraag hier te stellen? Kan ze beter doorspelen aan uw collega's in het federale parlement? Daar is die op zijn plaats. Het probleem is natuurlijk dat wij met de gevolgen zitten van die beslissing. Want het is Vlaanderen die bevoegd is voor bijvoorbeeld erkenning van geloofsgemeenschappen. Dus het klopt dat de minister zelf die beslissing niet kan nemen, of zij al dan niet erkend zullen worden.
Maar het is natuurlijk wel een partijgenoot van hem en er kan wel gesproken worden. Er kan gesproken dus dat worden. Is de reden waarom dat ik die vraag stel. En misschien ook reden waarom u hier in de meerderheid zit en natuurlijk tegen die vermaledijde Vivaldi-coalitie met Van Quickenborne toch wel even een punt wil maken. Ik zou natuurlijk veel liever hebben dat alle bevoegdheden rond erediensten, dat die op Vlaams niveau zich zouden situeren. En dat zou ook logisch zijn, omdat alle gevolgen van een erkenning van een eredienst, van een erkenning van een representatief orgaan, dat die wel voor onze rekening zijn. Laten we dat even in het midden laten, want dat is natuurlijk een bijzonder gevoelig onderwerp, ook grondwettelijk, de vrijheid van godsdienst. Ik zie het omgekeerde voorbeeld, de katholieke kerk nog niet splitsen in een Vlaamse en een Waalse kerk. We hebben al zo weinig priesters, bisschoppen enzovoort. Ik denk dat dat toch wel een totaal andere discussie is en dat het probleem aan zich daarmee ook niet opgelost is. Namelijk, kom terug op uw punt, de representativiteit. Er zouden eigenlijk een soort verkiezingen moeten georganiseerd worden. Absoluut. En dat ligt natuurlijk binnen de verantwoordelijkheid van die moslimgemeenschap zelf. Dus wij doen een oproep naar iedereen die zich verantwoordelijk voelt om daar een mooi verhaal van te maken, om ook op te staan en daar samen iets van te maken in plaats van onder elkaar ruzie te maken over wie is nu de spreekbuis en wie niet. Natuurlijk, het is zoals minister Somers ook zei natuurlijk. Er is ook geen spreekbuis van christenen. De diversiteit, dat weten we zelf binnen de moslimgemeenschap, ook de religieuze, is zeer groot, van progressieve tot conservatieve. Dat hebben we ook binnen de christelijke gemeenschap. Daar is ook geen iemand die de spreekbuis is van iedereen. Je hebt de protestanten in hun verschillende obedienties. Je hebt de katholieke kerk, je hebt de rooms-katholieke, je hebt dan de Grieks-orthodoxen, noem maar op. Wat een variëteit. Dus wij, de christenen, zitten met hetzelfde probleem, mevrouw Sminati. Dat is een heel moeilijke discussie, hè, omdat je hebt in België de scheiding tussen kerk en staat. Maar die scheiding is eigenlijk heel relatief. In landen zoals Frankrijk heb je een heel duidelijke scheiding. Ja, daar mag men geen religieuze tekenen dragen in openbare gebouwen, et cetera. In België is dat lichtelijk anders. Men zegt wel dat er een scheiding is, maar er worden wel nog altijd godsdienstlessen op school gegeven. Dus die scheiding is niet maar zo duidelijk. Het is toch een gevoelig onderwerp als we even het kanaal oversteken. We hebben de kroning gezien en de begrafenis. Ja, de Britse vorst is het hoofd van de Anglicaanse kerk. Stel u voor dat onze koning Filip ook het hoofd van de katholieke kerk zou zijn. Dus ik bedoel, maar er zitten zoveel achtergronden, geschiedenissen achter. En ook die moslimgemeenschap, denk ik, leidt onder dat soort moeilijke statuut van godsdienstvrijheid en kerk en staat en noem maar op. Het is een slappe koord waarop we telkens weer dansen. Maar ik denk dat in deze de verantwoordelijkheid van de minister er wel degelijk is. En dat hij erop moet toezien dat er enkel een representatief orgaan erkend wordt, als dat ook representatief is. En dat is de boodschap die ik vandaag wou geven. Ja, en die volgens u dan maar minister Somers moeten doorsturen naar zijn lieftallige collega uit Kortrijk. Dat is nu eenmaal het probleem met de complexiteit van België. Ja, natuurlijk. En is maar te hopen dat de liberalen na hun slechte peilingen elkaar goed verstaan onderling. Dan zal die brief wel op de juiste plaats terechtkomen. Bedankt in alle geval voor het gesprek, mevrouw Sminati. Graag gedaan.